een opbouwwerker en draaiende dervis. Dag meneer, wie bent u? Ja, ik ben de opbouwwerker en ook de draaiende dervies. Kunt u mij heel kort uitleggen wat ik gezien heb daarnet? Het is een meditatie dat gesticht is door de Soefi-grootmeester Maulana Jalaleddin Rumi. En hij was zo vervuld door de liefde van de schepper, dat hij als het ware in die draai probeerde die liefde nog meer te ontvangen en weg te geven. Het maakte niet uit wie het was. Want echte liefde maakt geen onderscheid tussen ras of geslacht of wat dan ook. En dat zie je ook aan de handelingen eigenlijk. De rechterhand naar de hemelen gericht en de linkerhand naar beneden. Dus de draaiende dervis heeft eigenlijk geen invloed op het doorgeven aan de omgeving. Hij is als het ware het instrument die het als het ware doorgeeft. Dus de dervis probeert een instrument te zijn voor de liefde van de schepper. Wordt u niet duizelig? Nee, het is namelijk zo dat we twee soorten lichamen hebben. En het vleeselijke lichaam en de geestelijke lichaam. Je moet het zo zien dat de geestelijke lichaam die draagt als het ware de vleeselijke lichaam. En zo word je eigenlijk niet duizelig, want de duizeligheid zit hem in de vleeselijke lichaam. Hoe oud is deze dans? Het is geen dans, het is een meditatie. Oké. Okay. En het lijkt wel een dans, maar het is... de stichter heeft 800 jaar geleden geleefd en hij is daarmee begonnen. Maar het gaat nog verder dan hem eigenlijk. Bij hem is het eigenlijk geopend. Het was een zaadje dat gesloten was en via hem is het geopend, net zoals de roos.